een half jaar geleden alweer eens kijken bij de ontwikkeling van een auto. Hoe ver zijn we nu eigenlijk? Nou, we zijn zelfs alweer voorbij de race van vorig jaar, waarbij de ontwikkelingen al doorgevoerd werden. We zijn op het moment weer toe aan een nieuwe race. En druk eigenlijk aan het rekenen aan componenten om te zorgen dat we dit jaar optimaal kunnen presteren op de nieuwe race die hier in Rotterdam gaat plaatsvinden eigenlijk. En wat willen jullie gaan verbeteren aan de auto? Nou, we willen wat betreft, we doen mee in twee voertuigklasses. We hebben een prototype en we hebben een urban klasse voertuig. Wat we willen verbeteren is dat het prototype dat moet dit jaar geheel vernieuwd worden. We willen een nieuwe body gaan bouwen om ervoor te zorgen dat de luchtweerstand zo min mogelijk wordt. Die vonden we dit jaar nog te hoog om te zorgen dat we betere ratio's krijgen op wat betreft brandstof en kilometers. Gaat dat ook lukken? Dat gaat zeker lukken. We zijn op het moment hard in de voorbereidingen en wekelijkse vergaderingen natuurlijk met z'n allen. En ja, we hebben alle vertrouwen in dat het eigenlijk goed komt. Afhankelijk van wat we dit jaar nog aan sponsorbudget kunnen binnenkrijgen, kunnen we ook al onze wensen eigenlijk verwezenlijken. We bouwen zoveel mogelijk in huis om de kosten zo laag mogelijk te houden. Ik heb hier bijvoorbeeld een heel mooi voorbeeld liggen van een velg. Die hebben we zelf helemaal uitgefreesd uit een blok aluminium, zoals je hieronder ook ziet liggen. Dus dat is een voorbeeld van de dingen die we onder andere zelf maken. Als we op een ideaal ontwerp uitkomen, dan frezen we het zelf uit op een waterjet die hier op school staat. En dan hebben we een wiel. Dus zo kom je van een stuk aluminium naar een velg toe. Oké, en het verbruik van de auto, hoe efficiënt is die? En wat betreft het nieuwe voertuig hebben wij het doel gesteld om 1 op 2500 te gaan rijden in de protoklasse. En in de urban klasse, wat een vierwielig voertuig is en wat groter is en onder andere over deuren en over ruitenwissers moet beschikken, willen we 1 op 1000 kunnen gaan rijden. En dat is een volledig elektrisch aangedreven voertuig. Dus we hebben zowel een waterstof als een elektrisch voertuig. Nou, het werkt zo. Dit is de brandstofcel zelf. Waar het op neerkomt is dat de waterstof wordt er door een membraan heen geperst. Wat er gebeurt is dat de waterstof gaat heel makkelijk door het membraan heen, maar de elektrolyten niet. Dus die elektriciteit die zoekt de makkelijkste weg. En wat die elektriciteit, die sturen we dus naar een elektrische motor toe. En die drijft vervolgens het wiel aan.